Nou, ik ben net naar mijn nieuwe huisje geweest. Alle vast troepen, tenminste alle spullen vast erin gegooid. Ik ben nu naar snel naar John aan rennen. Want daar is het. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is John de Pat, zoals iedereen weet. Wat ga ik nu doen? Ik ga thuis naar mijn moeder toe om een gesprek. En dan ga ik naar mijn huisje. En dan ga ik gesprek aan met de begeleiding en begeleiders daar zo bij het huis. Maar dan ga je allemaal nog allemaal zien. Wat ik ook eerst ga doen is even mijn goed kamer praten. Ik heb even lekker radio aangezet. Gezet 100% FL. Zet een keer iets zachter. Kunnen jullie me beter horen, hoef ik ook niet zo hard te praten. Dus ik ga nu even klaarmaken. Ik ben nu ook dit ding al bezig geweest op mijn computer. En ik ga even lekker een pakje koffie drinken en voor de rest zien we wel wat allemaal gaat gebeuren. En ik kijk er helemaal naar uit om mijn sleutels op te halen. Oh chill, vandaag mijn sleutels halen. Maar ja, ik ga even eerst mijn camera opladen en dan ga ik er echt in voor de doen. Dus ja. En ik hoorde dat in de weekend gaat sneeuwen en waaien en zo. Dus ja, ik vind het niet echt leuk, maar ja, moet maar. En dan gaan we maar even klaarmaken. Nou, ik ben nu richting mijn moeder toe. Ga ik even daarna naar gesprek met mijn huisje. Ik heb er zin in. Ik kan niet wachten, alleen het is vandaag pokken, hagel, regen. Enzovoort. Pokken weer. Ik heb geen zin in om dit weer te werken eigenlijk. Maar ja, moet ik proberen. Mijn laatste dag en dan heb ik lekker week vrij. Dus ga ik heel veel dingen doen thuis in mijn nieuwe huisje. Dan ga je waarschijnlijk ook een beetje zien en ze zijn daar bezig. Daar zo mensen. Ik weet niet waarvoor, maar ja. Ze zijn hier ook druk aan bezig met alle verbouwen zo te zien. Maar ja, ik ga nu nog maar even naar mijn moeder doen. Nou, ik ben net naar mijn nieuwe huisje geweest. Alle vast troepen, tenminste alle spullen vast erin gegooid. Ik ben nu naar snel naar John aan rennen. Want daar zit Kim op mij te wachten. En daardoor ga ik door naar mijn werk. Ik ga hier even oversteken. Dus ja. En ik zeg alvast, kijk iedereen uit voor op de weg. Want het is super glad. Dus maar ja, ik ga nu weer naar de zon toe. Op Kim wachten en dan zien jullie voor de rest wel. Nou, ik heb trouwens al een tijdje niet meer gevlogd, eigenlijk sinds vrijdag. Maar dit is even een beetje updates video. Want zoals jullie hebben gezien is een keer een video online gekomen. Dat ik niet kan. Dat ik het heel erg druk heb. Dus excuus ervoor. Ik kan niet beloven wanneer een nieuwe vlog aankomt. Maar dit is waarschijnlijk eigenlijk officieel de laatste vlog die jullie nu gaan zien. Want ik ben heel druk bezig. Maar ik ga nu nog wel even vloggen. Maar wanneer de volgende vlog is, durf ik jullie niet te beloven wanneer het komt. Ik wil jullie in ieder geval excuus hier aanbieden. Want maar weet je wat wel mooi is? Ja, allemaal sneeuw. Dit is gewoon geweldig. Heel lang geleden dat de sneeuw is gevallen. Om een jaar geleden dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. Dit zegt, ik had het met een paar mensen al over gehad. Of het nou een jaar geleden is of niet. Ja, ik ga even snel naar mijn vader toe. En daarna ga ik daar even eten. En dan ga ik naar mijn huisje toe. Dus ja, waarom? Ga ik jullie allemaal uitleggen. Blijf in ieder geval sowieso kijken, want ik heb dingen om te vertellen nog. Dus. Ja, blijf hier nog voor kijken. Ik ga nu even naar mijn vader en lekker eten. Nou, dit is dan mijn eerste vlog dat ik dan in mijn huisje ben. Ik heb heel lang tijd niet gevlogd natuurlijk. Omdat ik het zo nog een beetje nog eigenlijk druk heb met alles te delen en hoe we wat. En ik wil in ieder geval jullie al bedanken dat jullie voor de mensen die begrip hebben voor mijn nieuw huisje. Ik ga graag een beetje rondleiding nu geven. Ja. Geef ik even rondleiding in het bed, daar dus. En ik heb een tafel met een computer en tv. En er zitten een beetje, sommige dingen is een beetje nog rot, zo ja. Zo ziet het dan een beetje mijn huis. Ik heb allemaal dingen daar. En dan kan ik hier aan zeggen. Alleen nu toe moet ik even hier even licht aan doen. En dan heb ik hier een badkamer. Dus. Ja, ziet er allemaal wel redelijk uit, vind ik zelf. En het enige wat ik moet doen is een beetje bijhouden. En voor de rest komt het goed. En dan kan ik hierbij even zeggen
Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Het is een aparte vlog, een beetje door elkaar gewoon. Van dinsdag, dinsdag, ik weet niet meer welke dagen. In ieder geval, ik heb heel de tijd eigenlijk niet gevlogd. Excuses daarvoor, maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je hier beneden abonneert. En ben je trouwens Kim geabonneerd? Zou tof zijn als je hier beneden op Kim abonneert. Dan zeg ik dan hierbij. Later. Adios.